Kan je het kort uitleggen wat we nou aan het doen zijn, Esther? Ja, we zijn nu dus de vissen aan het opmeten, fotograferen en een kort filmpje aan het maken voor de Marugu Challenge 20, 21, 22, 23 februari. We laten de filmpjes van de vissen nog een beetje in het midden. Dat laten we daar pas zien. Maar om je een idee te geven, dit is een hele mooie sanke. Wat was size? Size? 20. Niet je. Dus ja, dat zijn we aan het doen. En Sieke die maakt dus de foto's en wij doen het. De vader van Sieke Jossi zei, nou, je kan wel met die auto naar beneden hoor. Dus Sieke Jossi heeft hem naar beneden gereden, maar het heeft zo hard gesneeuwd ondertussen dat het niet helemaal lukt. Ik ga proberen of hij... Nee. Oh, oké. Okay. Nou, ik had het al in het vorige filmpje over de grote verrassing. We zouden natuurlijk toast zijn doen. Maar Sieke gaf zelf al aan van, omdat het allemaal zo goed gaat, ik wil ook nog een aantal nissai aanbieden. En ik hoorde net, 10 seconden geleden, dat we zelfs een aantal oudere vissen gaan laten zien. Hij zegt, ja, die zijn... Ze zijn te koop, maar om ook te laten zien hoe zich dat kan ontwikkelen. Maar we beginnen met Nissa. Dat is echt heel gek dat hij natuurlijk zo lang die vissen van ons apart wil houden. Want hij kan ze dus nu niet meer verkopen. We gaan zelf wat uitkiezen. Stefan, alweer sushi. Het komt me nou een beetje. Oh nee. Ik heb nog nooit sushi gegeven. Nee, zijn jullie wel eens geweest? Geen sushi. Dus nee. Ik heb wel leren hoe je dat eet. Oh ja. Nou, table joh, gezelliger.
Ik kan nu niet meer, jongens, ze moeten het killen. Dit is de laatste sushi. Niet. Stef, ik vind het gewoon weer asiaal. En dan, ik heb patat op, dus kan nagaan. Ja, ik wou net zeggen, ja, die bordjes staan al weg. Ja. Maar hier zit er nog eentje, die kent er ook wel van, hoor. Hello everyone. I'm Shigeo Tanaka from Maruzu Koi Farm. I really looking forward to go to Holland and meet you. And then we selected already for very good fishes. And then I really looking forward also show to you. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Nou ja, voor de mensen die het in het Nederlands willen horen, het was eigenlijk heel simpel. Dit is Tanaka, Shikiyoshi Tanaka van de Maruzu Koi Farm. We hebben afgelopen week heel veel geselecteerd. Tosai, Nisai, Yonsai, I think, also, hè? Ja. Heel veel werk eraan gehad, met heel veel plezier. Echt heel hoge kwaliteit. En hij kijkt er enorm naar uit om naar ons toe te komen. En wij natuurlijk ook enorm. Dus mocht je je nog niet hebben ingeschreven, er zijn nog een paar plaatsjes vrij. We hebben ietsje meer vis kunnen selecteren. Dus er zijn ietsje extra plaatsen voor de vrijdag en vooral vrijdag en zondag. Vrijdagavond of zondag overdag. En dat is uit mijn hoofd 21 februari of 23 februari. 23 is dus dan de zondag. Graag tot dan. Oké, hoi. Negashimasu.